Yo boys and girls. Mijn naam is Alta Dylan. Yo boys and girls en welkom bij alweer een nieuwe video. Mijn naam is Alta Dylan en vandaag gaan we de eerste FIFA 23 video doen. Ik weet het is nu donderdag dat ik die opneem, donderdag dat ik de intro opneem. Maar op vrijdag, zaterdag en zondag ga ik dus met de webcam opnemen. Dus dan kan ik via de OBS toch mijn greenscreen doen. Dan moet ik dat niet allemaal via Sony Vegas gaan doen. Dus ja, geniet van deze FIFA video. Ik hoop dat we een goede shit pakken. Ik heb wel al, voordat ik de video eigenlijk in de game kom. Ik heb wel al de welkom backpacks geopend op de webapp. Want ik heb al lopen traden op de webapp. Want ik heb nu kijken op de app van de Companion app eigenlijk. De 423 Companion app. Want jullie gaan zien dat ik ook al wat geld gemaakt heb voor toch al een headstart te hebben met dus FIFA. En ja, ik heb al wat spelers willen verkopen. Spelers van Juventus. En ik heb nu 41k op de bank staan in FIFA. En ja, dat heb ik dus zo gedaan omdat ik ja, wou beginnen traden met FIFA. Dus ja. Maar daar gaan we dus eigenlijk niet op doorlullen. Geniet van de video. Geniet van de gameplay die er gaat komen. Geniet van alles in deze video. En dan zie ik jullie guys ja, graag terug bij de video zelf dat ik die ga opnemen. En ja, de outro komt er zo dadelijk ook aan. Die ik ook zo dadelijk opnemen. Dus ja, lekker. De eerste FIFA 23 video van dit jaar. Van dit hele FIFA jaar. Dus ja. Oké, we zitten nu dus in FIFA 23. We gaan Ultimate Team ingaan. Zodat we de pakketjes die dat ik geclaimd heb. Dus ik heb er al heel veel kunnen claimen vandaag. Dus het wordt een hele grote pack opening vandaag. En die 91 Paul is Lewandowski. Die Ajax, weet ik niet. Bergwijn, denk ik. Bergwijn. Tantwijn, Bergwijn. Dan in 90 dribbling, 85 shooting, weet ik niet. Dat is Once a Watch van FIFA 23. Ik wil graag mijn packs kunnen opdoen. Oh, kus FIFA. Ah, eindelijk. Ik heb dus 39k, ik heb dus al de crest gekocht van Barcelona. En ik heb 27 packs. We beginnen met de bronze packs. Die hebben toch geen waarde. Dit is al een crap. Dit is ook al een club. Lekker. Borussia Dortmund. Twee dan waarschijnlijk. En dat is Kundi. Lekker. Premium bonus pakket. Daar krijgen we gewoon een Engelse spits uit. Lieburn. En centrumid van Leeds, Gavi. Zou ik nog wel kunnen gebruiken voor de squadbuilding. Oh, mag ik er gaan aanpassen? Een zilveren. Italiaan. Mazzocchi. Lekker. En dat is Ioannidis iets. Ioannidis. Premium pakket, let's go.
Wie? Is iemand meer in? Hij gaat het pakket. Borden. Ja, borden. Marco Asensio, lekker. Meeste borden speler. Wim gaat het pakket. Zo, Walcott pakket in deze video. Het is tegen borden, het is gewoon een onderaar. Met een dashie. Limburgout pakket, daar moet het in gebeuren. Walkout? Nee, toch niet. Ja, nee. Jawel, Van Dijk. Shit, bro. Eerste walkout is direct Van Dijk. Dus ja, voor wat gebeurt het van ons? Lekker. Lekker, wat gebeurt het van ons? Lekker. Dat is gewoon een borde. Nee, dat is geen borde, Alvarez. Dat is dan een speelpakket. Gaan we ook een walkoutje krijgen? Nee. Borde wel. Cam. Mount. Lekker. Mr. Mount. In Gakpo en Ortega. Die ga ik ook in goal zetten, Ortega. Lekker. Twee. Zelfs twee als pakket. Borden. Nee, net geen borden. Jawel, borden. Nee, toch niet. Almiron. Ik had op de rechts midden. Of de rechts vleugel aanvaller. Nog een tweede als een speelpakket. Ook geen borden. Rashford. Shit, man. Rashford op links leugen aanvallen. Lekker. Rashford. En nu de leen en niet verhandelbare spelerspakket. We gaan die openen ze. Wat gaan we krijgen aan team of de week? Zuid-Afrikaan. Ja. We gaan voor Son. Lemar, lekker. Eerste preview pick. Dat ik op de console wil doen. Dus op rechter CV komt dus vochtige Virgil. We staan in de goal. Komt dus dingen te staan. Ortega. Op. Positie aanpassing naar de VA. LVA komt dus Rashford te staan. Misschien moet ik voor een opstelling met een cam gaan. Nee, dat is niet opstelling. Echt wel.
Nee. Zo, ik wil oplossen. Hopla, ik heb al volledig Premier League. Ah, nog niet. Ik ga nu ver. Dat hij een trade wil doen, niet meer. Henderson, die zien wat dat hij kost. Lekker. Rashford. Kijk, voor er nog in zitten. Van Dijk heb ik al gepakt, dus. Lekker. Dit was dus dit stukje van de video. En ja, doet hij de team er eens uit. Volgende Virgil. Untradable. Lekker. We hebben nog heel wat gekregen te zien. Lekker. We hebben nog één pack. Oh, oké, lekker. Ik ben erop in. Daar zit in. RCD, Stadion. Dus ja, dat was dus deze video. Dit stukje van de video, lekker. Oké, we zitten dus nu in het ding van de sterren. En ja, ik ben dus net terug thuis van het werk, allee, van het werk van de opleiding. En we gaan die open doen. Met dingen, een welkomstpakket. En wat gaan we krijgen? We krijgen Areola. Decent. Distradable. Ja, decent. Maar nu hebben we dus in de taxi ook mijn team aangepast. Dus gaan we mijn team eens even kijken. Oké. Ik heb dus Ortega in goal. Dan met Spence, Virgil van Dijk, Deir. En Junior Firpo in middenveld. Middenveldverdediging. Phil Jordan Jones, Mason Mount en
Anderson. Anderson is een gekochte speler. En dit is die voor mijn middenveld. Rashford was zoals jullie wel wisten, untradable. Ik heb er Harry Kane ook ingezet, gekocht voor 4,5k. Dat is het idee van traden. Ja, ik heb dus heel wat lopen traden bij FIFA. En dus heb ik dus Harry Kane kunnen kopen. Ik ga niet meer dus het idee hebben van, ik ga nu een untradable Road to Glory, dus een untradable Road to Glory ga ik dus niet meer doen. Dat idee heb ik dus niet meer. En ja, en dan Almiron als rechtsbuiten. Nu ga ik wat potjes spelen en dan zien we wel wat ik ga doen. Ik ga eerst mijn custom tactics aanpassen. Die ga ik ook nog in de video zetten. En ja, let's go. Dus nu ga ik eventjes mijn custom tactics doen. Mijn defensive style moet op pressure en possession los. Dus druk uitoefenen na verlies balbezit. Weight should be 51, depth 72. Offense, fast build-up. Chance creation should be a balance. Breedte 61. Spelen 16 meter moet op 7 staan. Corner zijn free kick op 1 of 2. Instructies. Die moeten allemaal stay back qua attacking, ja. Stay back. Cover center. Maar de cam moet op stay forward. And get into the box for crosses. Zo ziet dus mijn custom tactics eruit, dus zo ziet dit eruit. Instructies zien er zo uit. Aanvoerder ga ik Virgil van Dijk maken. Strafschoppen. Harry Kane. En nu ga ik de potje dus spelen, let's go. Oké, ik heb zo net wat dingen gedaan, wat momenten gedaan. We hebben dus een zeldzame spelerspakket 75+. En een zeldzame spelerpakket 75+. Laat ik het zo zeggen. Open op om borden of zo. En het is gewoon barak. 81 credits. Kan er mee door. Yes. En mijn record in deze FIFA is momenteel al 7-0-0. Dus in op 7 potjes heb ik 7 wins en 0 gelijk spelen en 0 verliezen. Hoe komt dat omdat ik vooral nu squad builds aan het spelen ben? En nu ga ik eventjes een ander stadion pakken. Want de stadion staat me niet aan. Ga ik dat stadion pakken.
en het doel en het club. Hoe doe ik het geluid? Kan ik nog niet. Wat vaak. Dan moet ik eventjes naar de doelstelling gaan en zien wat ik daarvoor moet doen. Ik moet nog eentje spelen voor. Ja, ik wil wel zien wanneer ik die heb. Nu zijn we dus ook K2 geworden. Ik heb natuurlijk tegen het team van Central Sea gespeeld, dus ja, let's go. En ja, lekker. Ik krijg 150 spelers erbij, joh. Voor wat te doen. Hier, hier Richmond. Tijd ze nu. Heeft hier iets montage nu zo te zien. Oké, nu dat we toch coins genoeg hebben, gaan we een Jumbo Premium goudpakket openen. Hopelijk pik er een walkout uit. Doen we niet. Dan pik je gewoon Mignola 80. Jesse Lingard. Oké, we zijn nu dus al level dan niveau 10 van het seizoen. Op één dag tijd, lekker. We hebben innerlijke balansenbal, lekker. Ik had zojuist ook een beetje gestreamd op Twitch, dus ja, let's go. Ik heb mijn goudpakket. Ik zie dit erbij, denk ik. Nee, het is niet zin. Wat is zin? Ja, dat is het. Het is het deurpakket. Borden. Autor uit de 83. Ik weet dat het allemaal gaat spelen, het pakket, let's go. Dat is niks, dat komt ook weer. 82. En Inigo Martinez. Dit is pakket, het is 75, 83 algemeen. En dat is Belarabi 79. En Miller, de goalkeeper. En twee deelt aan het surfpakket. 25-23 algemeen. Dat is Borden. Merino, 83, lekker. En Ramsey, lekker. Lekker, echt lekker. Ondertussen zijn we nog altijd goud 2. Toen heb ik al 8300 punten ofzo. 8300 punten, ja. En ja. Hopelijk pikken we dat zondag terug een walk uit. Dat heb ik alle 8 al gespeeld. En ja, let's go. Nu is mijn topscorer, Marcus Rashford met 29 doelpunten.
En daarna komt Kane met 17 doelpunten. Virgil van Dijk met 1 goed doelpunt en 1 assist. Mason Mount met 3 doelpunten en 1 assist. Henderson met 2 doelpunten en 8 assists. Marco Sancho niks. Gakpo 4 doelpunten en 1 assist. Kane 17 doelpunten. Grealish ook 4 doelpunten, 12 assists. Dier heeft ook al 8 doelpunten en 1 assist. Rashford 9 doelpunten, let's go. Marcus Rashford, mijn nieuwe goede aanvaller, let's go. Oké, het is nu zondag. Het is nu 9:20 en we hebben een zeldzaam speelspakket en een jumbo zeldzaam speelspakket. We gaan eerst even van de zeldzaam speelspakket openen. Dan krijgen we Michael uit, 83, lekker. En een team van de week, Banco. En Charlotte de Ketelaar, lekker. Charlotte de Ketelaar. En nu nemen we 34 plus, algemeen. Hopelijk een walkoutje. Het team van de week, walkout denk ik. Nee, toch. Jawel, Orban. Team van de week, walkout. Lekker walkout nummer 2. Zit er nog iets achter? Ja, Sommer, Matip. Oh man. Wat een pack, joh. Dat is geen tradable. Nee, jullie zijn niet tradable. Oh, dat pack, joh. Mats Rins 78, wauw. Willy Orban. Lekker. Je kan direct op mijn bank staan, zie je. Die kan allemaal direct op mijn bank staan. Sommer. Komt erop. Marco Sensei gaat eraf en Willy Orban komt erop. Hier kan ik dan mijn tip neerzetten. Wauw, lekker. Wat ik de 33 rating heb. Hier komt dan Ben Ketzer op te staan. Kakpo mag blijven staan, want daar heb ik niemand voor. Je kunt even weg naar gewicht. Dan mag Marina komen staan. En dit keer mag ik gewicht. En dan mag dan deze komen staan. En dan deze mag ook gewicht. Nog maar kosten ze komen staan. Wat een bank, wat een. Nu nog een linie achter en een center mid. Had ik die ook niet? Ja, oké, Chamberlain. Nu nog geen linie achter, heb ik ook niet. En Nico Tagliafico al. Dat Lasso is mijn manager. Dus dit is een beetje mijn team. Ortega in goal. Wacht even, had ik een andere goalkeeper gepakt. Ja, Areola. Areola mag ik in goal gaan staan. Dus Areola. Ik dacht dat ik die had ik zo geen gepakt. Tomiyasu. Dus mijn team is er nu zo uit. Areola op goal. Tomiyasu rechtsback. Virgil van Dijk en Matip. Allebei centerback. Dan Junior Firpo linksback. Centermids zijn Henderson, Oxlade, Chamberlain. Dan centraal man op middenvelder is Mason Mount. Linksvleugelaanvaller is Rashford.
Rechtsvleugel aanvaller is Almiron en in spits is het Harry motherfucking Kane. Dus ja, let's go. En dan heb ik in de bank. Op de bank heb ik Sommer, Orban, Ben Yedder, Kakpo, Marco Asensio, Pau Torres en Marino. Ja, Flaherty en Loader. Maar dat, daar denk ik me niet, zeg, niks over aan. Dus ja, dat is zo'n beetje. Nu mijn dingen nu nog een gouden rijder, linksback en een gouden rijder, linksback. Dus je dacht aan Robertson en Trent. Dat dacht ik aan. Of aan Joao Cancelo en Walker. Dat dacht ik ook aan. Dus ja, we zullen wel zien wat we pikken zo dadelijk om 10 uur. Ik heb eventjes de aanpassing gedaan aan mijn team. Dus de goalkeeper Ariola, rechtsachter, rechtsback. Tomiyasu, centerbacks en Van Dijk en Matip. Linksback is Junior Firpo, centermid. De twee centermid zijn Anderson en Ruben Neves. En Kem is Mason Mount. Linksvleugel aanvaller is, Rashford, rechtsvleugel aanvaller Almiron. Maar ik denk dat ik nog zo in gepakt heb met een rechtsvleugel aanvaller. Ah nee, geen van de Prem. En dan in de spits, Harry motherfucking Kane. En ja, dus ik heb ook een Chamberlain. Wissels van Ruben Neves. Ja, dat is cool. Ruben Neves is dus in mijn TV komen in plaats van Oxlade Chamberlain. Let's go! Oké, we hebben nu een 75. Dus, is dat dan een speelgepik? Dat is net een speelgepik. Van de nieuwkomersuitdaging en je hebt net voltooid even, dus ja, let's go. Dan krijgen we de Lefeuwaard. Oké, dat heb ik niet dubbel, wauw. De wit en de rewards binnen 5 minuten. Oké, we hebben dus de rewards. We zijn dus goud 2 geworden, pas van goud 1. Ik dacht dat we goud 2 waren, maar goud 1 waren. Dit is ook nog veranderd naar goud 2. Maar dat maakt niet uit, want wij hebben nu dus packs. 2 packs in dat we klaarstaan hebben. En een premium goud pakket, premium jumbo goud pakket. Een top 5 shirt pakket. We gaan net het omkoming shirt pakket doen. Bevat 12 shirts, 4 goud, 4 zilver en waar. En 4 brons waren dat zeldzaam. Dus ja, let's go. Rakitic, lekker. Lekker boys, lekker. Absorbal. Ja. Tot Pina mag. De transfer blijft gezet worden. Dat moet zoiets aan doen. Dan het premium jumbo guard pakket. Met een wicht van 24 gouden items waaronder spelers. En verbruiksitems waarvan 7. Zeldzaam. Borden, sowieso. Doe je al bij tot 83, lekker. Wat is het erachter? Ja, toch wel. Twee positie aanpassingsjes, ja. Ja, decent, decent. Echt heel decent. Ja, dit was dus een beetje de video. En sorry voor een lange video, maar dit was dus de video. Let's go. Dit over een auto Dylan die dat de auto al donderdag heeft gemaakt. Dus ja, let's go. Bedankt voor het kijken naar, ja, ik ga de auto gelijk doen. Bedankt voor het kijken naar deze nieuwe, gloednieuwe video. Ja, FIFA 23, here we come. Ik weet niet wat we omgepakt hebben, maar het komt wel duidelijk in de video. Dus nu maak ik daarna, na de opname van de video's, maak ik tussendoor nog een andere outro. En ja, bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Altijd Dylan. En ja, dit was dus de eerste FIFA video die dat we van dit jaar hebben gemaakt. En ja, er komen heel veel andere leuke shit en goede video's aan. Dus stay tuned voor FIFA video's die dat we blijven knallen. We gaan proberen 2 keer de week een FIFA video te knallen. En
Ja, af en toe gaat dat niet lukken. En ja. Dus ja, bedankt voor het kijken naar deze nieuwe FIFA video. Mijn naam is Ronaldo Dylan. En big love naar Sven. Je kijkt deze video sowieso waarschijnlijk. Dus ja, big love naar u Sven. Ik weet het. Het is een hele leuke video geweest. En ja, big love naar u. Ik ga sowieso nog wat snipseltjes van de video dat ik voor u heb gemaakt in deze video bewerken. Die zijn er natuurlijk al in bewerkt. Dus ja, lekker. Bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Ronaldo Dylan. En ik zie jullie guys zeker en vast terug bij de volgende FIFA video. En als het dan is, zie ik jullie guys sowieso nog terug in een andere video. Dus misschien zijn jullie hier voor mijn reageren op content. Of misschien op andere content. Maar daar doe ik eigenlijk... Allee, dat is eigenlijk niks voor mij. Ik heb nu veel meer FIFA content dat ik kan creëren. En ja. En ook nog Formule 1 content. Dat komt er ook nog aan. Dus zondag ga ik ook reageren op Formule 1. Ja, Formule 1 race. Dat er dus komende zondag is in Singapore. Die van Japan ga ik niet reageren, want dat is even dus morgen. Dus ga ik echt niet reageren op de race. Want dan slapen die hier nog en wil ik dus niet reageren op de race om 7 uur morgen. Dus ja, ik hoop dat jullie genoten hebben van dit stukje van de video. Deze video eigenlijk. Dan zie ik jullie guys graag terug in een volgende video. En ja, tot dan ben ik je boy altijd. Bye bye. Joe. Bye bye. Joe.